Dit is de Big Funnel Man, de grote trechterman van Atelier van Lieshout. Het beeld ligt aan de A27 bij Breda, recht tegenover het pand van Lensveld. Lensveld is sinds 1962 projectinrichter en fabrikant van kantoormeubilair. Dat het beeld en het bedrijf zo vlak bij elkaar liggen is geen toeval. Lensveld en van Lieshout werken al meer dan 10 jaar samen. Ook andere grote namen als Studio Job en Marcel Wanders zijn vaste ontwerpers voor het bedrijf, wat bekend staat om de productie van eigenzinnige, iconische meubelstukken. Upcycling is een andere tak van sport die Hans Lensveld sinds kort beoefent. Zijn nieuwe bedrijf Kanoef is gespecialiseerd in het inrichten met geupcycled meubilair. Kanoef is de afkorting van Classics are never out of fashion. Door het minimale gebruik van grondstoffen en energie zijn de interieurs van Kanoef volledig duurzaam. Upcycling is eigenlijk het allerleukste wat er is. Het begon allemaal met een partij van zijn eigen meubilair dat hij op internet tegenkwam. Hij kocht het op, liet het opknappen en richtte er een nieuw project mee in. Om het te doen is het ook leuk. Het is ook leuk om die dingen op te scharrelen. En om voor weinig te kopen en ook voor weinig te verkopen en mensen echt gelukkig te maken. Ja. Omdat Lensveld zelf al de techniek, het materiaal en de kennis voor het upcyclen in huis heeft, kan het opgeknapte meubilair tegen een zeer scherpe prijs worden aangeboden. Het is natuurlijk heel fijn om die producten zo van tweede leven te geven. Bij Hieselaar en Schoonhoven is een groot deel van het upcyclingproces ondergebracht. Hier worden de onderdelen geïnspecteerd, gedemonteerd, soms uitgedeukt, gescheurd, gewassen en uiteindelijk voorzien van een nieuwe verflaag. Kanoef, het bedrijf dat Lensveld runt samen met zijn dochter Paulien, zorgt ervoor dat het geupcyclede meubilair gemixt wordt met een aantal bijzondere tweedehands designklassiekers. Ik vind zo'n kantoor ingericht met gebruikt meubilair er vaak veel spannender uitzien dan een kantoor wat ingericht is met nieuw meubilair. Er ontstaat een soort van spanningsveld met producten die niet veel gekost hebben, die er sobertjes uitzien. En aan de andere kant een aantal fantastische, prachtige designklassiekers. Kanoef is niet het enige bedrijf dat vintage interieurs levert, maar volgens Hans Lensveld is het bedrijf wel degelijk uniek. Op de eerste plaats omdat wij in staat zijn om er ook iets moois van te maken. Om een soort esthetische kwaliteit te realiseren. Wij zijn uniek omdat we met name onze eigen producten upcyclen. Dus wanneer er dingen niet meer bij zijn, als plankendragers of wanneer geleiders kapot zijn of als deuren kapot zijn, dan zijn wij in staat om die te repareren. En wij zijn in staat om afgepaste hoeveelheden te leveren. Dus wanneer iemand maar 11 werkplekken nodig heeft, dan leveren wij 11 werkplekken.